Sint Maarten is net achter de rug en Sinterklaas en aller kinderen zijn in aantocht. Een goede reden om om de tafel te gaan zitten met Stichting Kinderfeesten Venlo. Een van de verschillende stichtingen in gemeente Venlo die onder andere Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas organiseren. Ieder dorp heeft hiervoor zijn eigen organisatie. Mijn naam is Peter Jansen en ik ben lid van Stichting Kinderfeesten Venlo. Volgend jaar 25 jaar. Dus ik ben een beetje gepokt en gemazeld, zeg maar, met de feesten die we organiseren. Dus dat is mooi om te doen. De stichtingsleden hebben inderdaad een medaille om. Dat is eigenlijk gewoon ter herkenbaarheid op een evenement dat we organiseren. Dat de mensen weten, hé, dat is iemand van de stichting. Die medailles die zijn ooit getekend door Piet Kamps, een welbekende tekenaar hier in het Groot Venlose. En je vindt op die medaille vind je eigenlijk de evenementen die wij organiseren. Hier zie je de staf van de Sint. Je ziet hier een lampionnetje bovenaan, dat is uiteraard Sint Maarten. We hebben aan de andere kant de palmhuiltje, het palmhuiltjesoptocht. En de twee verklede kinderen, dat is aller kinder, onnozele kinderen. Oranjeoptocht staat hier niet op, maar dat komt op het moment dat deze medaille zijn ontworpen is, toen deden we dat nog niet, dus die is er later bijgekomen. Het zijn van oudsher zijn het natuurlijk allemaal kerkelijke feesten, die van vroeger uit met de kerk verbonden zijn. Waarvan natuurlijk Sint Maarten en Sint Nicolaas, dat zijn de bekendste. Daar hoeven we ook niet mee te spreken, heel hard aan te trekken om daar duizenden mensen mee op de been te krijgen. Maar bijvoorbeeld een palmhuiltjesoptocht, en die riekt eigenlijk het meeste naar de kerk. En dat is tegenwoordig toch voor sommige mensen wat lastig. Die proberen wij ook eigenlijk van, wat zouden we kunnen doen, hè, om dit toch in stand te houden? Want als het verloren gaat, dan doe je dit 1-2 jaar niet en is het weg. En wij vinden het eigenlijk als stichting, hetgene van wat we vroeger met de kinderen deden, die tradities, om dit ook voor het nageslacht te bewaren en ook door te geven aan de volgende generatie. Want het zijn gewoon hele leuke, mooie feesten waarvan het doodzonde zou zijn als ze verloren zouden gaan. Nou, in principe is ieder evenement wat we hebben, daar maken we een bepaalde leden. We zijn met 9 man, maar dan maken we er bepaalde personen verantwoordelijk voor. Dus die zorgen dat het draaiboek aangehouden wordt. Die zorgen dat iedereen zijn dingetje doet die hij moet doen. En dat is eigenlijk, dus iedereen van onze stichting, die zit op een bepaald moment in een subcommissietje voor de organisatie van hetzij Sint Maarten, palmhultjes op toch, aller kinderen. Maar iedereen komt aan de beurt, iedereen doet zijn deel. Het is ook niet zo dat we er iedere dag mee bezig zijn. We vergaderen 1 keer in de maand. En vooral in de aanloop naar de evenementen die we hebben, Sint Maarten, Sint Nicolaas en zo, dan wordt het ook wel eventjes wat extra druk. Maar dat is allemaal goed te doen. Dat is goed te combineren. Ik kan me herinneren dat ik als kind 1 keer met een palmhultjesoptocht heb meegelopen in Venlo. Maar bijvoorbeeld onnozele kinderen, aller kinder, zo noemen ze dat hier. Dat was eigenlijk vroeger al echt een beetje een kinderfeest die vooral hier in de binnenstad gevierd werd. Dat is eigenlijk een feest die nooit honderden en honderden kinderen op de been gebracht heeft. Die heb ik als kind nooit meegelopen. Maar uiteraard Sint Maarten, en de intocht van Sint Nicolaas, die wil je natuurlijk als kind zien. Je bent er al 2-3 weken mee bezig, want hoe spannend is dat? Dus ik denk dat ook wel de meeste kinderen aanspreekt. En ook natuurlijk met Sint Maarten met een lampionnetje lopen en zo, hoe leuk is het? Hè? Nou, mijn kleinkinderen die wonen in Baarlo. Dus die doen alles in Baarlo, dus Sint Maarten en Sint Nicolaas wel, dan komen ze hier naartoe. Dus eigenlijk vind ik dat ook wel het mooiste kinderfeest. Ik heb zelf 5 jaar Sinterklaas van heel dicht meegemaakt, zeg maar. Dat is een hele mooie tijd. En ik vind dat zelf ook wel het mooiste kinderfeest wat er is. Natuurlijk met alle cadeaus en Venlo is dus de enige plaats in Nederland waar dit feest nog gevierd wordt. En eigenlijk ook al, er is geen stop geweest, ieder jaar gewoon alle kinderen gevierd. En Venlo zou dit feest eigenlijk moeten omarmen, want dan mag je
rustig trots op zijn dat we dit nog steeds doen. Aan de andere kant is het ook een zorgenkindje. We zien toch dat heel veel mensen niet precies weten, ja, wat is het dan voor iets, hè? Wat is het dan voor feest. Maar het is vooral voor de kleintjes, want dit gaat vooral van kinderen eigenlijk tot 9 jaar, dat we de ouders, opa's en oma's op de been moeten krijgen om met de kinderen samen dit feest te gaan vieren. Want het is gewoon een heel leuk, gratis kinderfeest. Of de feesten de komende 5 of 10 jaar nog blijven bestaan? Ja, want natuurlijk, want het is onze opdracht om die kinderen om die feesten te behouden. Of ze op de manier gevierd worden zoals ze nu gevierd worden, dat weet ik niet. Voor ons is het belangrijk dat we gaan kijken dat we die feesten behouden voor de toekomst. Dat we de traditie, de kern van het feest, dat we dat niet aantasten, maar dat we die feesten wel steeds naar deze tijd willen brengen. En dus het kan zomaar zijn dat een feest, bij wijze van spreken, dan op een andere manier ingevuld wordt dan nu. Maar de intentie zal altijd hetzelfde blijven. Wij wensen iedereen alvast veel plezier bij de intocht van Sinterklaas. In december zijn we er weer met de eindejaarsuitzending van Venlo Vertelt. Tot dan!